Arthur, eigenlijk is jouw verhaal in de Tour de France vanaf het begin een successtory, hè? Ik ben een aantal keren in de Tour de France geweest. Volgend jaar begin ik aan mijn 8e Tour de France. En altijd wel mooie resultaten weten te halen. Eerst met Team Sunweb en later natuurlijk met Jumbo-Visma. Dus inderdaad veel mooie hoogtepunten meegemaakt. 2018, met Tom Dumoulin de eerste podiumplaats gehaald. Wat leer je van zo'n Tour? Dat er niks boven de Tour gaat. Op alle gebieden, qua organisatie, media-aandacht. Sportief, iedereen in een super topvorm. Tour is gewoon het grootste wielerevenement op aarde. Leef je daar als ploegleider net zo naartoe als een renner daar naartoe leeft? Ja, dat denk een renner misschien nog wel meer. Hè. Veel renners zijn nu natuurlijk op dit moment op hoogtestage. Terwijl ik hier in de ZLM Tour ben en later aansluit richting Tour de France. Maar je kijkt er wel enorm naar uit. En het centrale middelpunt van de hele sportwereld gedurende de maand juli. Ben je er onbewust misschien het hele jaar wel mee bezig als ploegleider? Ja, wij maken natuurlijk plannen al in eind oktober, begin november. Hè. Dan worden eerst plannen gezet en dan is de Tour is altijd wel een van de grote doelstellingen. Dus het loopt als een rode draad door het hele jaar inderdaad. Wat is voor jou het mooiste moment wat je in de Tour hebt beleefd? Natuurlijk de eerste keer winst van Jonas Vingegaard. Dat was super om dat mee te mogen maken. En dat is gewoon een absoluut hoogtepunt geweest. Kijk je dan naar bepaalde ritten of is het de Tour op zich helemaal? Ja, ik denk toch wel de mooiste rit over de Granon was. Hè? De aankomst op de Col de Granon. Dat iedereen zich nog weet te herinneren hoe we daar als ploeg ten aanval trokken en het konden afmaken. Dus dat is wel een van de mooiste etappes. En ook vorig jaar op de tijdrit van Jonas Vingegaard in de Tour. Ja, dat zijn wel hoogtepunten. Wat mij dan ook weer bijstaat is de kasseienrit. Als ik dan de paniek zie in de totale ploeg en later in de documentaire zie hoe rustig jij vooral in de auto bleef. Is dat jouw kracht als ploegleider? Misschien wel. Hè. Dat is natuurlijk denk ik een stukje ervaring, een stukje persoonlijkheid. Bij mij koppelt het dan ook wel. Maar om dan rust en overzicht te bewaren is denk ik cruciaal. En dat is denk ik ook een van de redenen dat ik op die plaats zit. En zo vullen we elkaar als team van ploegleiders heel goed aan. En ik denk dat mede resultaat is van de vele successen. Maar is dat uiterlijke schijn op dat moment van binnen ook? Het kookt van binnen zeker wel, maar ik probeer dan nogmaals wel de rust te bewaren en het overzicht. Het is niet meer terug te draaien wat er dan is gebeurd, maar we moeten wel door. Hoe belangrijk is het als ploegleider dat je een team vormt met bijvoorbeeld een Christian Nierman, met een Marijn Zeeman? Ja, het is bijzonder van naam. We doen ieder jaar de laatste jaar sinds ik bij de ploeg zit, sinds 2020, dus doen we de Tour met Marijn Zeeman, Christian Nierman, Frans Maas en ik. Dat zijn allemaal verschillend en vullen elkaar dus nogmaals heel goed aan. En dat denk ik dat het heel sterk maakt dat je allerlei verschillende persoonlijkheden bij elkaar brengt en die wel allemaal met hetzelfde doel voor ogen de Tour de France ingaan. Heeft ieder dan ook een andere rol? Ja, iedereen heeft een andere rol. Dat moet ook wel, want het is inmiddels zo complex geworden. We gaan met 35 mensen naar de Tour, inclusief renners. Dus dat kan je niet in je eentje doen. En Christian is natuurlijk met sportieven heel druk. Marijn ook ten dele, Frans weer deels met de logistiek en personeel. Ik zweef overal een beetje tussendoor. Tussendoor zweven, wat betekent dat? Overal bijspringen en raad en daad. En tijdens de koers ook meekoersen. En meedenken dat we goed op koers blijven liggen op tactisch gebied bijvoorbeeld. Ja, je bent natuurlijk opgegroeid in het wielrennen, ook heel veel in de jongerensport, bij de beloftes als ploegleider actief geweest. Daar heb je tactisch denk ik heel veel geleerd, hè? Ja, inderdaad. Zelf natuurlijk gekoerst en denk ik wel eens als ik toen tactisch had geweten en gehandeld zoals ik nu vaak wel kan doen, dan was daar nog meer uitgekomen. Maar bij de belofte is natuurlijk een hele goede leerschool geweest om met hele goede renners destijds al bij Rabobank Continental Team om daar echt tactisch ook te kunnen werken. Hè. Je moet natuurlijk ook het rennersmateriaal daarvoor hebben en daarin allerlei
ervaringen opgedaan en die proberen dan verder uit te rollen. Ja, dat is wel heel mooi en veel geleerd inderdaad destijds. Hoe belangrijk was die les van de verloren Tour van Primoz Roglic in 2020 op Plateau de Bijen? Of op La Planche de Belleville? Ja, nou, die is natuurlijk voornaam geweest. Maar het is het mooie van topsport, het blijven gewoon mensen. Primoz had die dag, was hij gewoon niet op zijn best. Toch goed, maar niet goed genoeg. En natuurlijk hebben we daaruit geleerd. Maar ze moeten natuurlijk wel gewoon kunnen, de renners. En zo simpel blijft het. Welke lessen hebben jullie daaruit gehaald uit zo'n dag? Ja, nou, wat bijvoorbeeld die dag, organisatorisch verliep die dag, eigenlijk dat we de hele dag achter de feiten aan het aanrijden waren. En dat is geen verwijt, maar dat is wel een constatering en dan lopen bepaalde dingen lopen zo. Dus dat was in ieder geval geen al te beste voorbereiding gedurende de dag. Dus daar hebben we wel bijvoorbeeld bepaalde dingen uit geleerd. En daarnaast, ik denk dat Primoz ook gewoon op was. Wat hij eigenlijk ook, als we terugkijken, hè, de dag ervoor ook al niet meer zijn allerbeste dag had. En dat is geen schande, maar natuurlijk wel heel jammer om op die manier dan uit de trui gereden te worden. Ja, opmerkelijk is dan als je naar het seizoen 2023 kijkt. Primoz wint de Giro in een klimtijdrit. Ja. Jonas Vingegaard wint de Tour de France, eigenlijk mogen we wel zeggen, in een klimtijdrit naar Combloux. Ja, daar trek je het lager naar zich toe. Maar ik denk op Col de la Loze dat hij daar natuurlijk ook nog wel duidelijk van leertrok. Dus wat dat betreft leren we iedere keer en blijven we leren. Maar nogmaals, de renners die moeten het natuurlijk toch doen. En voornamelijk gezegd is natuurlijk ook gewoon, je bent zo sterk als je tegenstand toelaat. Primoz in de Giro vorig jaar, die was gewoon de allersterkste op de allesbeslissende tijdrit. En misschien dagen daarvoor wel niet. 2024, eigenlijk een jaar waarin de ploeg ook de keerzijde van succes heeft gezien. Heel veel tegenslagen, Jonas Vingegaard lang uitgeschakeld, Wout van Aert lang uitgeschakeld geweest. Hoe ga je daar dan juist als ploegleider ook mee om? Ja, dat hoort erbij. Hè. Net als in het gewone leven. Opstaan en weer doorgaan. Maar als ploeg is het voornaam, denk ik, dat de rust bewaart. De jongens de tijd geeft om goed te herstellen. Goed samenwerkt met de mensen die daarvoor in de ploeg voor verantwoordelijk zijn. En de plannen constant bijstellen. We hebben natuurlijk meerdere tegenslagen gehad, maar dit was wel enorm veel. Nogmaals rust bewaren en door blijven zetten. Maakt dat onbewuste ploeg misschien wat sterker voor de Tour? Onbewust. Ik denk nogmaals dat we nu in een fase zitten dat iedereen in aanloop is naar de Tour. Maar we zijn nog niet zo ver dat we de definitieve ploeg precies weten. Maar we hebben er wel veel vertrouwen in dat we weer met een hele goede ploeg naar de Tour gaan. Thanks.